En ja hoor, hier zijn we terug met onze bierbijbel. Yep, we zijn terug en we zijn nu aan nummer 9 al. Yep, aan nummer 9 van deze bierbijbel van Mr. Hop. Nummer 9 zit hier, dacht ik. Ja, hier was nummer 8, hier is nummer 9. Moet je altijd een beetje zoeken natuurlijk. Maar hier is hem, alweer een blik. Zou het van het buitenland zijn? Dus niet van Nederland. De meeste zijn van Nederland, maar we hadden Mikkeller en Lobik. Yep, die hadden we dus inderdaad twee buitenlandse bieren, collab, met Pusjet en Kater, en eentje gebrouwen, Lobik, voor Mr. Hop. Oké. Okay. Oh. Een likeur. Ik weet niet hoe dat ik het moet uitspreken, maar ik denk een likeur. A Street, nee, Fight Street Brewery, Fight Street Brewery, Brown Toffee Ale, oké, okay, Brown Toffee Ale, so, toffee, you know the drill, those sweets, what's on the can, wat staat er op de kan, op de blik, wat blik, Brown Toffee Ale, ah, zoete toffee, en nootachtige hop, nee, Mr. Hop Exclusive, de Brown Toffee Ale. En wat wil dat zeggen? Dus zoete toffee, toffee en nootachtige toets. Oké, okay, we zijn benieuwd. Is speciaal gebrouwen weer voor deze Mr. Hop bierkalender. Ja, door Five Street Brewery. Ik weet alweer niet van waar dat ze zijn, maar ik zal het hier weer plaatsen. Van in welk land deze Five Street Brewery afkomstig is. Misschien van Nederlands, maar ik denk het niet. Zeg mij inderdaad niks. Nendikijn. Ja. We gaan proberen. Ik heb hier een glas. Oké, okay. We doen ook weer de bierkalender dicht, want het neemt heel wat plaats in. En is helemaal niet nodig natuurlijk. Ik heb liever een beetje meer plaats. Oké. Okay. Ben benieuwd naar de toffee en de nootachtige toetsen van dit bier. Zo meteen zeg ik jullie ook hoeveel percentage alcohol deze bevat. Moet ik nog even opzoeken natuurlijk. Even kijken. Oh, ruikt heel zoet. Toffee. Heel veel toffee. Toffee. Ja, ik noem het toffee. Ik noem het toffee gewoon. Ja. Ik ben eventjes aan het zoeken. Zoals altijd. 7%. Het is 7%. Weer heel klein natuurlijk. En mijn ogen zijn niks meer waard. Sorry daarvoor. Ja. Oké, okay, ik ga het hier zitten, het blikje. Oké, okay, toffie. Werchters Echte. Werchters Echte is een heel mooi voorbeeld van een toffie, van een hopje, dat heel lekker is. Ik denk dat dit van Nederland is, maar niet zeker België of Nederland. Werchters Echte. Zeker proberen. En dit bier ruikt er echt naar. Naar de toffie. Naar de Werchters Echte. Toffeeding. Sweets. Mm. Echt wel. Ja, oké, okay, we gaan proberen. Toasty. Frosty. School. Proost. Mm. Best veel koffie. Het eerste wat je krijgt is koffie. Maar het is wel best zoet. En dan natuurlijk de Werchters Echte toffee. En het nootachtige, inderdaad. Maar dat is, ja, het is het minste gewoon. Maar het is ook, en het zoet. Het is heel zoet. Het gaat heel gemakkelijk binnen voor de 7%. Dus zeker niet ja, verwarmend of alcoholisch. Helemaal niet. Het voelt ook wat waterachtig aan. Ik ga eerlijk zijn, voor mij mocht er gerust wat meer toffee en wat meer, ja, malten in. Om het iets voller te maken van smaak. Maar ik moet natuurlijk een cijfer geven. Laten we zeggen voor een tapt. Ik geef het gewoon de reguliere 3,5. Nee, ik geef het 3,4 op 5. Dus dat betekent
dat ik 6,8 geef of zo. Op 10. Het is niet de beste. Het mag dan nog exclusief zijn voor Mr. Hop. Ja. Nee. Zo speciaal is het echt niet. Oké. Cheers, proost. Ah, en niet vergeten, mensen. Een bier per dag bied ik jou in deze exclusieve review met een lach.